Op donderdag 8 september is de LNG-terminal in de Eemshaven in gebruik genomen. Deze terminal kan vloeibaar gas weer omzetten naar normaal gas. Als gas gekoeld wordt naar min 162 graden, wordt het vloeibaar en 600 keer kleiner in volume. Ideaal dus om te vervoeren per schip. Door deze nieuwe LNG-terminal in de Eemshaven kan er per jaar 8 miljard kuub aardgas uit het Midden-Oosten en Amerika naar Europa worden gebracht. Vanuit de Eemshaven kan het gas dan vervolgens via bestaande gasleidingen onder de grond verder worden vervoerd. Wat betekent dit voor Groningen? Ja, Groningen is altijd natuurlijk superbelangrijk geweest in de energie voor Nederland en voor heel Noordwest-Europa. Dat was met het Groningen productieveld. Daar willen we mee stoppen voor de veiligheid van Groningers. En nu laat Groningen zien dat we met hernieuwbare energie of met vloeibaar gas uit andere delen van de wereld wederom die hele belangrijke rol kunnen spelen voor energieonafhankelijkheid van Nederland en de rest van ons continent. Het feit dat dit hier gebeurt maakt Groningen wereldwijd heel bekend. Dus dat is heel erg goed voor het imago van Groningen. Het geeft nu werkgelegenheid bij deze terminal. Maar het is ook een economische motor voor de toekomst wanneer wij van hier naar een waterstofterminal gaan. En ik denk voor Groningen, als je kijkt naar het economisch potentieel en de economische toekomst van Groningen, is dat laatste eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar het gaat natuurlijk nu even om de LNG-terminal.